Het is al veel te lang geleden dat ik een keer een skinwedstrijd heb gedaan. En ik dacht, weet je wat, het wordt weer een keertje tijd. Want ik kreeg ook zoveel comments van jullie die zeiden, nou, je moet zo'n skinwedstrijd doen of zo, of zus of zo. Ik heb in totaal 5 comments uitgekozen en elke ronde doen we een nieuwe skinwedstrijd. Dus elke ronde weer een nieuwe thema qua skins. En dat is wel extra leuk natuurlijk. De eerste thema, ik zal hem meteen erbij pakken. Deze is van Jeroen, die zei namelijk dit. Doe een keer de normaalste skin, Bows Army. En dat is dus de eerste thema die we gaan doen, maar hierna zijn nog 4 andere thema's die we gaan doen. En gaan we elke ronde kijken wat nou de normaalste skin is en dus wat de andere onderwerpen zijn. Ik hou dat nog eventjes geheim. Maar voordat wij gaan beginnen, doe dan duimpje omhoog. Zouden we 4000 likes kunnen halen. Zou super tof zijn als het gaat lukken. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Word je echt lid van de Bows Army. En als je echt lid wordt, wil worden, gebruik de code Bows. Dat wordt echt gewaardeerd als je dat doet. En check Bows Army kleding op bows.nl. Ja, ik zal even de normaalste skin gaan selecteren. Dan moet ik natuurlijk een skin selecteren die best wel basic is eigenlijk. Gewoon een normale skin die niet te duur is. Ja, dan zou bijvoorbeeld deze Crow wel kunnen. Dit is wel een normale skin, maar ik vind die er wel heel vet uitzien. Een normale skin is misschien... Ja. Ik vind dit wel eigenlijk een hele normale skin. Die masker is elke keer weer een andere knokker. Maar hij ziet er wel redelijk uit als Spike. Dus ik ga eerst ronden voor Spike. En dan ben ik benieuwd of ik hiermee kan winnen. En de volgende, zeg maar, thema's hebben jullie nog even geduld voor nodig voordat ik dat ga vertellen. Dat vertel ik gewoon per ronde. Maar ik zie jullie als het eerste potje gaat beginnen. Oké, ik begin niet in het midden. Maar ja, dat begin ik bijna tegenwoordig nooit. Yuri, die mag kiezen wat de normaalste skin is. Wat is de normaalste skin? Je hebt daar Rico. Oh, dat is die oude Rico natuurlijk. Code Pauze is als eerst dood. Ik heb niet eens gezien welke skin die had. Zo snel had hij hem al gekild. Ik vind op zich die Mortis is een mooie skin. Maar het is inderdaad niet echt een normale skin of zo. Ik zou nu eigenlijk Noah de Frank laten winnen. Dat is inderdaad een hele normale skin. Kaasbol heeft ook een normale skin. Want dat is eigenlijk bijna gewoon Tara. Alleen dan net iets anders qua kleuren. Voor de rest bijna hetzelfde. Die Bull die is op zich... Ik zou... Oh, hij gaat hij nu voor Kaasbol? Of laat hij Kaasbol leven? Nee. Hij gaat nu voor Nani. Op zich vond ik die Nani skin ook wel vrij normaal. Ik persoonlijk zou nu voor Tassin gaan, die daarboven staat. Die Jesse skin is vet, maar niet de normaalste. En, oh, ik ben nu helaas dood. En die Bull die staat er nu. Hij had zijn gadget gebruikt, Yuri. Oké, nou ja, ik zou dan nu voor Jesse gaan. Maar hij gaat voor Kaasbol met die Tara skin. Is een mooie skin. Maar ja, het is blijkbaar niet de normaalste. Maar ik zou nog steeds Noah de Frank laten winnen. Dat is mijn mening. Maar wat gaat Yuri doen? Die bouwt de spanning op. Wie gaat hij nu killen? Hij killt Jesse eerst. Oké. Dan heb je nu Noah de Frank. En dan heb je nog Vince Tommy. Inderdaad, beide redelijk normale skins. Maar inderdaad, Noah de Frank die gaat winnen. Ik had het al verwacht. En ik had hem zelf ook laten winnen. Dus Yuri die in het midden stond. We hebben dezelfde gedachten. Nou, ongeveer. Ik had het andere volgorde gedaan. Maar we hadden dezelfde winnaar. Maar de volgende thema is van Dutch Curvy. Ik denk dat het zo zegt. Doe een keer de meest luie skins. Lijkt zo dat Joran het ziet. En nu gaan we dus kijken naar de allerluiste skins in Brawl Stars. Ik zelf denk dat Sandy wel gaat winnen. Maar dat gaan we zien. Tassin die dacht ook iedereen gaat Sandy. We gaan even kijken. Ik moet eigenlijk even een andere knokker hebben dan Sandy. Maar welke knokker zou lui zijn na Sandy? Ja, Sandy is natuurlijk super lui. Maar welke knokker zou nog meer lui kunnen zijn? Dat weet ik niet zo goed. Nou, ik heb echt geen idee. Het zou misschien Tropische Sprout kunnen zijn. Omdat Sprout natuurlijk wel een beetje zomerskin heeft. In de zomer ga je misschien een beetje relaxen. Daarom zou dat een beetje lui kunnen zijn. Maar voor de rest, ik zou niet weten wie dan lui zou moeten zijn. Misschien Piper? Nou, dat is ook niet echt lui, hè. Nee, je hebt weinig luie skins. Maar we gaan het toch even doen. Ja, kijk, Sandy heeft natuurlijk wel een luie skin. Hier, deze. Ja, ze zijn allemaal lui. Of, nou, oké. Okay. Ik ga, of zoete koude candy. Ik ga wel voor zoete koude Sandy. Toch wel. Oké, okay, ik ga wel voor Sandy. Ja, die is sowieso lui. Ja, anders ga je sowieso niet winnen. Ik denk dat bijna iedereen Sandy is. Maar misschien dat de meesten deze skin niet hebben. En dan kan ik misschien alsnog winnen. We gaan het zien. Yay! Let's go! Ik ben in het midden. Ik ben in het midden. Oké, okay, we gaan eens kijken. Er zijn inderdaad superveel Sandy's. Oké, okay, maar dit is leuk. Even kijken. Je hebt daar Yuri, die is een Barley. Code Bows, die skin is vet. En Rick, die heeft dezelfde skin als wat ik heb. Ja, ik vind die pieken. Ik vind Max totaal niet lui. Ja, Max, die is echt helemaal niet lui. Dus die ga ik helaas killen. Heb je nog Sylvan, die is ook Sandy. Die heeft zoveel Sandy's. Ja, Yuri, sorry, maar ik vind het niet lui. Ja, je moet naar de luisterskins gaan kijken. En ja, dan is Sandy sowieso het luis. Dan moet ik even
even een keuze maken tussen Code Bouws, Rick of Sylvan. Ik ga nu al die anderen killen. Ja, die zijn natuurlijk cute en lui, maar ik vind dat niet de mooiste. Dan kijk ik ook een beetje naar mooierheid. Ja, toch wel een beetje. Oké, top. Dan ga ik Noah de Frank en Tassie nu killen. Ja, dat is natuurlijk logisch, want die hebben dezelfde skin. Sorry boys, maar jullie gaan er nu ook aan. En ja, nu heb ik ze allebei. Oké, dan hebben we nu nog Rick, Code Bouws en Sylvan. Ik zit een beetje na te denken. Ik vind Sylvan wel eigenlijk heel erg slaperig, want die heeft ook zo'n snottenbel. En volgens mij heeft Code Bouws dat niet. Dus Code Bouws, ik vind je wel een legend voor Code Bouws gebruiken. Maar helaas vind ik die andere skins toch net wat slaperig. En om eerlijk te zijn, vind ik Sylvan die skin nog slaperiger dan mijn eigen skin. Want dat is meer een soort van pyjama. En wat wij hebben, dat is geen pyjama. Of zo, ik ga het even spannend maken, maar ik ga voor Sylvan. Oh nee. Oh, wat ga ik doen? Oké. Nee, ik ga nu een keuze maken. Ik ga voor Rick. Helaas, Rick. Sylvan heeft gewonnen. Nee. Oké, ja. Dat was ook wel terecht. Want ik vond die wel heel slaperig. Oké, door naar de volgende skin-wedstrijd. En deze was van Noora, die zei dit. Door een keer de stoerste skin. Like zodat Joran dit ziet. Bouws, Army. En gebruik natuurlijk de code Bouws. Nou, wat een geweldige comment. Inderdaad, gebruik die code Bouws. Wordt gewaardeerd. Maar je hebt veel meer stoere skins, dus dat scheelt wel. Bijvoorbeeld Bandita Shelly, die is inderdaad wel stoer. Maar je hebt er zoveel, dat is echt niet normaal. Elke knokker heeft wel een beetje stoere skin. Bijvoorbeeld Stoere Bas is ook wel stoer. Ja, ik vind Stoere Bas wel echt heel cool. We gaan met Stoere Bas spelen. Eens kijken wat daar terecht van gaat komen. Oké, daar gaan we dan. Niet in het midden. Code Bouws is in het midden. Oh, die skin is ook wel stoer inderdaad. Oh, er zijn in totaal 3 Stoere Bas. Ja, oké, toch wel. Oké, let's go. Noah de Frank is ook wel cool. Jori ook. Sylvan, ik had ook nog even die Shelly skin, zeg maar, voor me. Die is inderdaad wel heel cool. Frank vind ik eigenlijk ook... Ja, die is meer cool, maar ik weet niet of die echt stoer is. Cool is natuurlijk wel iets anders dan stoer. Oké, ik kan mijn super zetten, dat maakt niet uit. Voor wie gaat Code Bouws nu? Wie vindt die nog meer stoer? Ik ben benieuwd. Noah de Frank? Ja, die, ik weet niet of dat echt een super stoere skin is. Hij gaat nu voor Crow. Ik vind die Crow skin wel heel nice, om eerlijk te zijn. Maar of die nou echt super stoer is, dat weet ik ook inderdaad niet. Hij gaat nu voor Carol. Dan heb je nu nog Bol, Belle. Ik zou eigenlijk Sylvan laten winnen. Persoonlijk vind ik die het nice. Maar ja, ik weet niet waar Code Bouws voor gaat. Hij gaat nu denk ik Noah de Frank killen, inderdaad. Oké. Dat zou ik persoonlijk, de volgorde nu zou voor mij zijn de Bol. Daarna de Shelly. Ik weet niet. Nou, in ieder geval Shelly en een van ons, zeg maar. We hebben in totaal 3 keer Stoere Bas. Yay! We hebben gewonnen! Lekker. Oké, top. Nou, dat ging eventjes mooi. We hebben toch eventjes weer een mooi potje gewonnen. Het tweede potje kon ik trouwens niet winnen, want toen stond ik zelf in het midden. Maar we gaan door naar de volgende. En deze is van Brawly BS. En dit is wel een beetje een lastig eigenlijk. Maar hij zei, doe de meest op knokker lijkende skin. Dus de skin die het meest lijkt op de originele knokker. Is een beetje lastig, maar we gaan het gewoon proberen. Eens kijken wat er terecht van gaat komen. Voor de skin die het meest lijkt op de originele knokker ga ik voor Rockstar Colt. In principe is dat echt exact hetzelfde, alleen andere kleurtjes. Daar komt het echt op neer. En hij heeft dan een ster om zijn belt in plaats dan, hier zo'n riempje. Het is echt bijna exact hetzelfde. Dus we gaan eens kijken wat hier terecht van gaat komen en of ik ver kan komen. En ik ben ook benieuwd wie de rest gaat selecteren. Je hebt wel redelijk wat keuzes, want elke knokker heeft bijna wel een skin die lijkt op zijn originele, hoe die eruit ziet. En je hebt wat duurdere skins die natuurlijk heel erg origineel zijn en er niet echt op lijken. Maar ik denk dat ik met Colt wel redelijk ver kan komen. We staan niet in het midden, maar we gaan gewoon wel lekker spelen. Oh, Kaasbol en... Oh, die hebben de gouden skin. In principe is dat natuurlijk ook gewoon bijna hetzelfde als de originele. Alleen hij is wel helemaal goud. Hij gaat eerst voor Noah de Frank met de zilveren skin. Nou ben ik benieuwd of hij die gouden skins laat winnen of niet. Ik ben benieuwd. Hij gaat nu voor Nani. Terwijl dat die Nani eigenlijk wel heel erg op de originele lijkt. Oké, gaat hij... Oh, hij gaat nu niet dood. Oké, dat scheelt. Je moet namelijk niet diegene in het midden killen. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hij gaat nu voor de gouden skins. Vind ik inderdaad ook wel een beetje terecht. Want die gouden skins zijn natuurlijk heel vet. Maar het zijn natuurlijk wel skins die niet heel erg lijken op het origineel. Qua kleur echt totaal anders. Oké, dan gaan ze nu voor Kaasbol gaan. Dan is het een wedstrijdje tussen Vince Tommy, Rick, Tassie en mij. Dan ben ik benieuwd voor wie die gaat kiezen. Ik ben benieuwd. Hij gaat nu voor Rick.
In principe is die Vince Tommy ook bijna gelijk. Ja, hij gaat nu voor mij. Als die logisch is, dan gaat hij Tassin laten winnen. Ja, Tassin had dezelfde skin als hem. Als hij denkt, nou, dat is de beste skin. En iemand anders heeft die skin ook. Nou, dan is het natuurlijk logisch dat hij gaat winnen. Maar we hebben nog één laatste ronde. En deze van Jente. Die zei dit. Doe de grootste slash breedste skin. Zorg dat Joran dit ziet. Bowser Army. De comment had geen likes, maar ik heb hem wel gevonden. Ik ga dus jouw challenge doen. We doen gewoon de grootste skin. Dus die breedste skin doen we niet. Gewoon de grootste skin wint. Daar gaan we dat gaan we doen. Nou ja, en omdat de grootste knokker eigenlijk wel Frank is, moet ik wel Frank selecteren. En feestdag Frank, die heeft natuurlijk zo'n mega kerstboom. En DJ Frank, die heeft ook wel een hele grote. Ja, welke knokker zou je anders nog kunnen selecteren? Misschien een El Primo of Rosa of zo. Maar ja, in verhouding is Frank gewoon de grootste. Ja, dus je hebt eigenlijk geen keuze. Ook al heeft Bol een hele vette skin. Ik moet haast wel voor Frank gaan. Maar ik denk dat iedereen Frank is. Maar ja, misschien is niet iedereen feestdagen Frank. Dat zou kunnen. Maar we gaan het zien. We gaan het zien wat er terecht van gaat komen van de laatste ronde. Oké, dan gaan we dan niet in het midden. Maar dat maakt ook niet zo heel veel uit. Oh, die Code Bowes, die heeft die Dyna skin. Die is inderdaad ook wel flink groot. Rick is de enige met dezelfde skin. Ik denk, ja, Kaasbol zal die als eerst killen. Yuri, die skin van Daryl is natuurlijk ook wel vrij groot, om eerlijk te zijn. Wat doet Kaasbol allemaal? Ik heb geen idee wat hij doet. Maar ja, met die beer is die niet en natuurlijk wel wat groter. Oké, dus dat was Kaasbol zijn idee. Gewoon super krijgen en zorgen dat hij die beer ging gebruiken. Oké, ondertussen is de eerste gekild. Dan ben ik benieuwd voor wie die nu gaat. Dan zou die nu wel voor Search gaan, denk ik. Dat doet hij inderdaad. Om die Franks te killen is zoveel werk. Dat is echt niet normaal. Oh, wat doet Sylvan dan? Nee, dat is niet de bedoeling. Je mag niet weglopen. Dat is niet helemaal de bedoeling. Maar je hebt natuurlijk Pieke. Die heeft met zijn super is hij ook super groot. Maar hij gaat nu toch voor Kaasbol. Vind ik ook wel een beetje terecht. Want Nita is natuurlijk van zichzelf niet heel groot. Het is gewoon puur de super die je Nita groot maakt. En dan gaat hij nu voor Rosa. Dan ben ik benieuwd wie die nu gaat laten winnen dan. Noah de Frank, Sylva, Rick. Of Sylvan moet ik zeggen. Rick, Vince of Tommy. En eigenlijk moet je jezelf gewoon dood laten gaan. Want op deze manier gaat het heel lang duren. Maar als die goed kijkt. Vind ik die skin van mij en Rick. Groter dan die andere skins. Vind ik persoonlijk. Dus dan is het eigenlijk wel eerlijk dat hij nu gewoon inderdaad Noah de Frank gaat killen. En als hij nu Sylvan gaat killen en Vince Tommy, dan hebben Rick en ik gewonnen. Dan hebben we de laatste ronde gewonnen. In ieder geval, ik zou mij persoonlijk niet zelf laten winnen. En hij gaat nu inderdaad Sylvan killen. Nee, hey, dat is niet de bedoeling Sylvan. Je moet je wel laten killen. Want anders is het namelijk niet te doen. Ze slopen alles. Dat is eigenlijk ook niet echt de bedoeling. Oké, maar nu gaat die Vince Tommy killen. En dan hebben we gewonnen. Want hij kan, ja, hij moet ons wel gaan killen. Oké, ja, we hebben gewonnen. Dat is mooi, we hebben de laatste ronde nog even gewonnen. Dan ben ik toch best wel ver gekomen elk potje in deze video. Vince Tommy, die moet zichzelf nu even laten killen. Ja, dan hebben we nu gewonnen. Let's go! Oké, dat is nice. En dan was dit het alweer voor deze skin wedstrijd video. Als jullie nou denken, nou, dit vond ik een leuke video. Vergeet dat natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. Wordt gewaardeerd als je dat doet. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. En mocht je ooit nog een nieuwe video willen zien van skin wedstrijd, laat je ideeën weten achter in de reacties. Maar dan was dit echt. En heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, baas. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Bowser Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bowser.nl en word lid van de Bowser Army. Let's go!